midden van al die dieren in zijn eigen boom met een baard die ieder ogenblik van zijn eigen baardje kan glijden, omdat het touwtje achter zijn oren geknapt is. Verschrikkelijk, wat een toestand is dat. Paulus gluurt stiekem naar het deurtje en denkt aan de mogelijkheid om er opeens met een vaart vandoor te gaan. Maar zoiets kan hij tegenover al die dieren natuurlijk niet doen. Dan zou de teleurstelling veel te groot zijn. Nee, hij moet zijn rol wel blijven spelen zoals hij dat aan de echte Sint-Nicolaas beloofd heeft. Niemand mag merken dat hij maar een hulp-Sinterklaas is. Gelukkig schiet het hem plotseling te binnen dat hij de grote zak met cadeautjes bij zich heeft. Als hij nu maar eerst met die cadeautjes bezig is, dan zullen de dieren waarschijnlijk geen tijd meer hebben om op hem en op zijn wiebelende baard te letten. Met één hand blijft hij de ongehoorzame baard vasthouden, terwijl hij met de andere hand naar de grote zak grijpt. En dan staat opeens de trouwe Oehoeboeroe naast hem en die fluistert in zijn oor: "Volhouden, Paulus, ik zal je wel helpen." Paulus verslikt zich haast van schrik, omdat Oehoeboeroe zijn geheim geraden heeft. Maar daarna voelt hij zich toch machtig opgelucht, want nu is er tenminste iemand die hem bij kan staan. Wel, laat mij die zak nog maar even openmaken, Sint-Nicolaas. Ja, graag, mijn oude zittenvingers zijn wat stijf geworden, zie je? Ik zeg, Oehoeboeroe, geef jij mijn mijter voorzichtig een zetje, anders valt hij van mijn bol. Ah, de zak is al open en daar is het eerste cadeautje. Misschien wil jij even lezen wat erop staat, Oehoeboeroe. Natuurlijk, Paulus. Paulus? Wie zegt er nou dat ik Paulus ben? Dat beweer ik helemaal niet, maar dat staat op dat pakje. Oh, dus dat pakje is voor mij? Nee, waar rempels niet. Dat pakje is voor Paulus. Oh, juist ja, dan moet Sint-Nicolaas zich toch vergist hebben. Want hij wist dat ik, ik wist dat hij, Paulus, als Paulus terugkomt, dan krijgt hij het wel van ons, hoor. Ja, dat is dan wel goed, hè. Ik krijg het wel als ik terugkom. Nou ja, ik bedoel, als Paulus terugkomt, dan zal ik het mezelf wel geven. Oh nee, dat bedoel ik ook niet. Ik wil zeggen dat jij het al later wel aan mij geeft, hè, Oehoeboeroe? Zeker, Sint-Nicolaas. Ik zal ervoor zorgen dat Paulus dat pakje krijgt. Maar als ik u was, dan zou ik nou eerst eens wat stroom. Oh ja, dat is een goed idee. Nou, daar gaat hij dan, hoor. Nee, maar ik heb een huilenbril van marsepein. Nou, jullie hoort het wel, het feest is nu in volle gang. Iedereen zit te snoepen en overal worden cadeautjes uitgepakt. Het wordt bijzonder rumoerig in de kabouterboom en te midden van al die drukte let gelukkig niemand op Sint-Nicolaas die steeds meer van zijn waardigheid verliest. Stel je eens voor, de baard van de goede heilige hangt aan één oor en onder die baard is duidelijk een kabouterbaardje te zien. De snor zit grondig scheef en de mooie witte pruik hangt in een vreemd knoedeltje bovenop het kale bolletje van Paulus. Maar behalve Oehoeboeroe merkt niemand daar iets van. Ze hebben het allemaal veel te druk met snoepen en geschenken uitpakken en Sinterklaasliedjes zingen. Paulus zelf weet ook niet hoe vreemd hij eruit ziet. Te midden van al die drukte zit hij voortdurend op een heel bedaarde manier met zijn hoofd te knikken en meent nog steeds dat hij sprekend op de echte Sint-Nicolaas lijkt. En wat Oehoeboeroe betreft, die brave uil doet de grootste moeite om de aandacht van deze zogenaamde Sinterklaas af te leiden. Zelf zet hij steeds nieuwe liedjes in en dan zingt iedereen wel mee. Tot hij bemerkt dat Gregorius weer half zit te slapen. Hola, Gregorius, dat gaat zomaar niet. Iedereen heeft al voor Sint-Nicolaas gezongen, behalve jij. Ja, maar Gregorius, jij moet ook zingen, Ja. Je komt er niet onder. Ik wil ook gebeuren. Ik zal wel zingen, maar niet zo duwen allemaal. Juist, niemand mag meer duwen, daar heeft Gregorius gelijk. Hier, jij gaat hier nou voor Sint-Nicolaas staan en begin dan maar. Ja, kom hier hoor. Ja, zie je boom, stoom toch niet schuil. Oh nee, boom. Sinterschoen, harpoen en kaas. Kleine paardje is gekomen. En het heerlijk wild gedaas.
vol van winkels, huppelerij. Oh, wat zijn wij, heen blij. Vol van rimpels, rimpels, hey. In de simpels, de simpels, de simpels, de simpels, de simpels, de Gregorius, wat een pracht van een lied. Ik mag met een hoedje, ik kan haar niet meer in. Opeens is het muisstil in de boom. Wat is er gebeurd? Paulus heeft zich van pure pret op de knieën geslagen en hij heeft daarbij vergeten de baard vast te houden. Ze hebben hem opeens allemaal herkend. Iedereen heeft de baard zien vallen. Iedereen heeft gezien dat er een rond rood Paulushoofdje onder die prachtige mijter zit. En of Paulus zich nu al probeert te verstoppen in zijn wijde mantel, het is te laat. Het geheim is ontdekt. En ja hoor, er staat werkelijk iemand voor de deur. Maar het is niet het paard, zoals ze allemaal denken. Juist op het moment dat Paulus er wanhopig vandoor wil gaan, hoort hij een bekende stem. Pas groot gelijk hebben alles misgegaan zijn. Klein hulp Sinterklaas groot naar en toe zijn, hé. Hey. Zwarte Piet, ben jij het werkelijk? Ja, ik zijn werkelijk en hier zijn Sint-Nicolaas. Oh, Sint-Nicolaas, bent u daar ook? Wat heerlijk. Wat ben ik blij dat u gekomen bent. Het is allemaal verkeerd gegaan en ik heb toch heus erg mijn best gedaan. Maar die baard van u, die wou niet. En mijn eigen baardje wou ook niet. En ik had bij ongeluk de hark te pakken in plaats van de staf. En mijn schoentjes was ik al gewoon kwijt. En die stonden bij de schoorsteen. En de pruik viel af en... Oh. Stil maar, Paulus. Ik begrijp het allemaal wel. Blijkbaar is het nog veel moeilijker dan ik dacht om voor Sinterklaas te spelen. Och, Sint-Nicolaas, ik vind het zo erg dat het nou mislukt is. Ik had heus, werkelijk... Jouw schuld is het niet, Paulus. Jij hebt echt gedaan wat je kon. Maar ik zelf ben een beetje dom geweest. Sinterklaas! Ja, Paulus, ik. Nooit had ik een geschenk voor jou in die zak mogen stoppen. Dat niet schuld van Sinterklaas, maar van groot en zwart Piet. Piet veel spijt hebben. Stil maar, Piet. Je hebt me al beloofd dat zoiets niet weer zal gebeuren. Het was wel een moeilijk ogenblikje, hoor, toen dat pakje tevoorschijn kwam. Als uw boer er niet was geweest. Maar ik vind het fijn dat u zelf gekomen bent. Ja, ik wilde mijn dappere hulp Sinterklaas graag persoonlijk bedanken voor zijn gewaardeerde hulp. Maar heb jij dat pakje nu al opengemaakt, Paulus? Nee, dat heb ik niet. Waar is het, uw boer? Oh, dankjewel. Dat zal ik nou eventjes... Oh, kijk nou toch eens een pijpje van echt meerschuim en echt barnsteen. Wel bedankt, Sinterklaas, daar ben ik reuze blij mee. Maar het is veel te erg, hè? Het komt je eerlijk toe, Paulus. En te erg is het zeker niet, want je hebt een zware last van mij overgenomen. Als ik zo eens rondkijk, dan geloof ik toch wel dat iedereen tevreden is over deze avond. Waar of niet? Het was lekker. Het was heerlijk. We hebben lekker gestoept. En zo is het allemaal toch nog goed afgelopen. Paulus en zijn vrienden brengen Sint-Nicolaas luid zingend nog naar de rand van het grote bos. En vanuit de verte zien ze hoe de goede heilige op het griezelige paard klimt en al wuivend verdwijnt. Thank you.